Het Korps Politie Suriname heeft vanmorgen buurtmanagers aangesteld in verschillende buurten en de start is gedaan te Sunny Point. Volgens Henry Kia, landelijke coördinator buurtmanagement, is veiligheid niet alleen de verantwoordelijkheid van de politie, maar van de totale samenleving. Hij geeft aan waarom er is gekozen voor Sunny Point. Minister Kenneth Amoksi zegt dat de sociale controle in de verschillende buurten veel minder is geworden, omdat buurtbewoners elkaar bijna niet meer vertrouwen. Wij gaan de buurtmanagers brengen in de verschillende wijken. Sunny Point ook. We hebben gekozen voor Sunny Point. Ik mag u zeggen dat we niet de agent brengen om achter mensen te rennen. Maar het is een agent die samen met de mensen gaat kijken hoe kunnen we de buurt leefbaar en veilig maken. U moet in gedachten hebben die samenwerking. We staan hier op een plaats waar we huiswerkbegeleiding hebben. We hebben klachten van auto's die hier parkeren met luidmuziek terwijl er les hier is. Het zijn zaken die we niet willen hebben. Wanneer we praten over de jeugd, dan praten we over het volk. Vanmorgen, we praten over de toekomst van Suriname. Maar let's go to Nanga Abutement Management Concept. We ko in den bierti baka. Na wa uru project, sa ube draikba, lanti draikba, mi sabete, mi bede resort commandant Fulatour, en mi be abutement managers de drape. En a moneer di si moneer kia, mi no karane ete, sam trom minister, heb ik meneer Kia, inspecteur Kia, benoemd tot landelijke coördinator buurtmanagement. Waarom heb ik dat gedaan? Omdat meneer Kia nou een veteraan buurtmanager. Kia erkent dat er niet genoeg buurtmanagers zijn. Volgens Milando Atompay, voorzitter van de Surinaamse Politiebond, moet het project van de buurtmanagers beter worden. Waarnemend korpschef Ruben Kensen geeft aan dat bij de bestrijding van de criminaliteit de hulp van de samenleving noodzakelijk is. Je kan geen buurtmanager zijn dat je naar contact naar een buurtorganisatie. Je kan geen buurtmanager zijn dat je maar orgaan sport doet, dus dat je maar neemt doen. Dat betekent dat je maar nog erkennelijk buurtmanager. Buurtmanager, je gaat direct in contact moeten zijn met de DC. Dus ik wil niet echt op het hart drukken van, ik heb iemand Bouwroko, dat in Bouwroko, en er is heel veel te lezen. We zijn pas hier begonnen, maar ik heb het gevoel. Houd u de drempels weg, houd u de kloof weg tussen politie en de burger. Gaat u op in de gemeenschap, gaat u tot de mensen, gaat u bij de mensen, belt u naar de mensen, ook al gaat het goed. Geef dat signaal. U had gisteren een probleem. Hoe is het vandaag gesteld met uw probleem? Geef het signaal, snapt u? En ik ben ook blij, heel erg content zelf, dat het hier gestart is. 23 buurten hebben vandaag een buurtmanager gehad. De politie gaat na in welke andere buurten of resorten er weer buurtmanagers geplaatst kunnen worden.